Hi, welkom bij de Talmastaten in Heeg. Ik ben Lara Harding, 20 jaar en ik werk als woonondersteuner. Nou, welkom op de huiskamer. Hier zijn wij vaak als woonondersteuner. We hebben daarnaast ook nog een taak om schoon te maken, dus dat hoort er ook bij. Dan maak je de appartementen van de bewoners schoon en je maakt natuurlijk een praatje. Wat wij op de huiskamer voornamelijk doen, is natuurlijk 's ochtends, 's middags en 's avonds met bewoners eten. En in die tussentijd drinken we samen koffie, hebben we een praatje of spelen we een spelletje met z'n allen. We hebben ook op bepaalde dagen activiteiten, wat ook heel leuk is om aan te sluiten met z'n allen. Verder hebben we ook nog wel mensen die komen aanwaaien. En daarvoor zijn we ook om hun te ondersteunen met een gezellig praatje. Of even een luisterend oor te bieden. En natuurlijk een bakje koffie of thee. 'S Avonds hebben we nog een broodmaaltijd en dan sluiten we af. Zelf studeer ik beeldende therapie. Nou, dan zullen jullie vast afvragen, hoe komt ze dan bij Patina? Maar ik had eigenlijk al een hele tijd in gedachten van, nou, ik zou heel graag met ouderen willen werken. En als woonondersteuner is het een hele mooie instap om eigenlijk de doelgroep van mensen met dementie beter leren kennen en beter te begrijpen. Dus in het begin was het nog best wel een spannende stap. Maar uiteindelijk dan krijg je eigenlijk zoveel, nou ja, eigenlijk liefde voor terug. De mensen zijn gewoon fantastisch. Waarom ik mijn werk zo leuk vind, is omdat het gewoon heel erg dynamisch is. En het is ook heel flexibel. Eigenlijk geen één dag is hetzelfde. Je werkt natuurlijk met mensen en mensen zijn ook niet elke dag hetzelfde. Dus daarin merk je dat daar voor mij heel erg ook de uitdaging in zit. Want ik me altijd weer moet aanpassen naar de behoeften van de bewoner. Ik word daar in ieder geval heel erg blij van, omdat het elke keer weer anders is. Het is geen eentonige baan. Ik zeg ja tegen Patina, omdat het gewoon een hele fijne werkplek is. De werktijden zijn ook ideaal, als je een druk leven hebt. Sowieso is het werk gewoon hartstikke dankbaar. Je krijgt er ook heel veel voor terug. En je hebt een hartstikke fijn uurloon. Mijn werkdag zit erop. En hartstikke bedankt voor het meekijken. Doei!